In verband met 151 jaar Hindoestaanse immigratie, morgen 5 juni, zal Bombay Suriname Tours NV donaties doen aan verschillende sociale instellingen. Vanmorgen was de eerste donatie van 20 kilo rijst aan de Kennedy Stichting. Donateur Mukesh Suchit zegt dat deze donatie de instellingen ten goede moet komen. De directeur van de Kennedy Stichting sloot hierop aan en zei dat deze donatie goed te pas komt gezien de financieel uitdagende tijd in het land. Dankzij mevrouw Irene. Vandaag mijn bedrijf is begonnen met een kleine donaties voor die Kennedy School en die andere instanties ook, voor 100 balen rijst. En wij doen dat namens in verband van Hindoestaanse immigratie 151 jaar. Dank u dat u het sociaal gevoel van u laat prevaleren. Dat is altijd goed om de mens die in zijn sociale kant te laten zien. Maar ik wil u ook bedanken namens de kinderen die hier staan. Het zijn kinderen die in het internaat wonen. Dus ik wil u bedanken. U schenkt hem aan de Kennedy School. Maar hij zal uiteindelijk zijn weg vinden naar de Kennedy Stichting. Want daar wonen de kinderen en daar wordt er voor hun gekookt. We hebben wel een horecaafdeling, maar hier hebben we niet zoveel nodig. Dus ik dank u dat u deze 20 kilo aan ons geschonken heeft, zodat wij die centrale keuken verder kunnen trekken. Heel hartelijk dank en bogo bogo blessie. Nog vele na deze. In de loop van de komende maand zullen er nog meer donaties worden gedaan aan instellingen, waaronder de Mithielschool, Stichting voor het Kind, Stichting Prasoro en het Blindeninstituut.